Ken jij iemand van 70 jaar of ouder met kanker die wel wat extra ondersteuning kan gebruiken? Oudere personen met kanker en hun mantelzorgers ondervinden soms moeilijkheden. Wat ze vroeger graag deden, lukt niet altijd meer. Hun gezondheid begint erop achteruit te gaan. Ze weten niet goed waar terecht voor wat of hebben nood aan een goed gesprek. In Vlaanderen is er een waaier aan lokale initiatieven, organisaties, verenigingen en hulp beschikbaar. Maar mensen vinden niet altijd de weg er naartoe. Met ons nieuw initiatief EU Navigate willen we extra ondersteuning bieden door middel van navigators. Een navigator is een vrijwilliger die regelmatig bij de 70-plusser met kanker en hun mantelzorger langsgaat. De navigator stelt de vraag: wat is het belangrijkste voor jou vandaag? Samen zoeken ze naar een antwoord op deze vraag en kijken ze naar de mogelijkheden. Op deze manier zorgt de navigator voor gezelschap, ondersteuning en ook verbinding met mensen en diensten in de buurt. Het is zo fijn dat er iemand langskomt die er echt voor me is en die naar me luistert. Toen het mij niet meer lukte om mijn dagelijkse wandeling te doen, stippelde mijn navigator een route uit zonder hoge voetpadranden. Wij hopen dat EU Navigate een groot verschil kan maken. Om dat te onderzoeken, doen we een uitgebreide evaluatie met interviews. Het EU Navigate-project is nog op zoek naar vrijwilligers. Ben jij een gedreven en meevoelend persoon? Ken jij je buurt goed? Wil je deel uitmaken van een team van navigators in de buurt? Word dan navigator. Je brengt de 70-plusser met kanker en hun mantelzorger ongeveer elke 2 weken een bezoek. Je biedt een luisterend oor en leert elkaar kennen. Zo navigeren jullie samen naar wat voor hen echt belangrijk is. Als navigator krijg je een 2-daagse opleiding en word je voortdurend bijgestaan door een coördinator. Navigators vormen een hecht team en ondersteunen elkaar tijdens regelmatige terugkommomenten. Woon je in de buurt van Waregem of in regio Dender en heb je interesse om vrijwillige navigator te worden? Neem contact met ons op en wij beantwoorden jouw vragen.